Ik werkte eigenlijk altijd al met doek en met stalen frame, constructie en met hout. Dat zijn de materialen die het best bij mij passen. En je kan echt plastisch ruimtelijk daarmee werken. De vorm is eigenlijk ontstaan heel simpel door een cirkelvormige vloer, denkbeeldig met een touw tegen een boomstam te hangen. Maar wat ik gedaan heb is, als dat touw daar hangt, dan loop je daar hinderlijk tegenaan. Dus ik heb eigenlijk een stalen frame gemaakt wat eerst wijkend van de vloer afgaat. Eerst om je heen gaat, pas dan terug naar de boomstam. En dan krijg je eigenlijk heel simpel de druppelvorm. Maar het was nooit bedoeld als een emotionele verbintenis met vruchten. Het is eigenlijk gewoon vorm volgt functie. Dat is in het tentendorp ook zo. Op 2 meter hoogte is de cirkel even groot als de vloercirkel. Dus je loopt eigenlijk nergens tegenaan. Je kan de volle ruimte benutten. Dat zit ook een beetje in dat idee van die afgeplatte bolle vormen van het tentendorp. Verder is het natuurlijk wel een hele rigide constructie. Je moet er niet uitvallen. Dus het is een berekende constructie. Een ingenieur heeft daarnaar gekeken ook. En daar moet je gewoon met z'n tienen in kunnen staan. Het is wel mijn lichtste constructie tot nu toe. Maar omdat het helemaal binnenin alles zit ingesloten, ja, kan er helemaal niks mee gebeuren. Hangt met een beugel aan een boom met spanbanden. En hieronder zitten 2 afstandhouders. Die je met een kruisconstructie die je kunt stellen. En dan kan je de vloer ook mee stellen. En die zitten ook met spanbanden om de boomstam heen. En hoe breder de boomstam, hoe steviger je staat. Hier zit het hoorraam of het ventilatieraam. Het leuke is dat je ook als je daar binnen staat, zie je die boomstam erachter hangen. Dus het contact met die boom is er zeker. En verder zijn de krachten van de trek- en hangkracht, die zijn toch vrij verticaal naar beneden gericht. Dus er kan heel weinig gebeuren. Die spanbanden die onder de boom zitten hebben een breekkracht van 5000 kilo. Er zitten er 2 boven. Dus ja, er is helemaal niets aan de hand. Het is heel veilig. Ze zijn sinds een paar jaar bezig met doeken, die canvassen die in de vezel ook niet branden. En daar hadden ze nog niet zoveel kleuren van. En ze hadden beige kleuren voornamelijk, hè, zoals je bij mijn slaaptent ziet. Maar ze hadden sinds dit jaar ook groen, gemaakt voor Scouting Nederland. En daar heb ik 250 meter van kunnen kopen. En dat is dus ja, in de vezel niet brandend materiaal. Het is wel heel stug, dus heel stevig, maar er zit geen rek in, maar het is wel heel fijn.